Het Democratisch Alternatief 91, DA 91, heeft zaterdagavond een paneldiscussie gehouden. Het thema was mensenrechten op de anticorruptieagenda. Het doel van de avond was een actieve discussie over het thema op gang te brengen. Het panellid en voormalige minister van regionale ontwikkeling, Michel Vinici, gaf aan dat het mooi is om een wet over anticorruptie aan te nemen. Hij sprak gelijk de hoop uit dat het afgekondigd is. Wil je echter een wet body geven, moet je nagaan of het evenwichtig is. Het is namelijk zo dat de rechten van de mens nationaal en internationaal zijn vastgesteld. Felici zei verder dat om corruptie buiten te houden er duidelijke procedures moeten zijn. Terugkomend op het thema mensenrechten op de anticorruptieagenda, zei het panellid dat wanneer corruptie betreft het oneerbaar handelen van vooral overheidsfunctionarissen, dan zullen de effecten voor de mensen in de gemeenschap en hun rechten duidelijk merkbaar zijn. Mensenrechten zijn dus duidelijk vastgesteld en de rechten van inheemse en tribale gemeenschappen zijn internationaal al gekwalificeerd als mensenrechten. Dus de discussie of je vanuit de optiek van inheemse gemeenschappen en tribale gemeenschappen ook die anticorruptie kunt benaderen, dan is dat het doel. Dus daarover hoeven we niet eens meer te discussiëren, dat staat er. Maar hebben dan corruptieve handelingen van overheidsfunctionarissen dan gevolgen voor die gemeenschappen? Oh ja. Die procedure, al is het niet bij wet vastgesteld, maar zijn eeuwenoude tradities voor wat betreft de procedure om te komen tot leden van het traditionele gezag. Panellid Michel Felici. Volgens Serena Esset, advocaat en panellid, is er bij corruptie bijna altijd schending van mensenrechten. Corruptie is volgens haar het misbruiken van een machtspositie om het eigen belang te behartigen. Het gaat hierbij altijd ten koste van iemand anders, benadrukt Esset. Wanneer sprake is van corruptie, is er niet altijd, maar bijna altijd sprake van mensenrechten schendingen. Mensenrechten zijn die rechten die inherent zijn aan het mens zijn. En de vraag is, waarom is het zo belangrijk om te praten over corruptie en mensenrechten schendingen in één zin? Wanneer je praat alleen over corruptie, dan beperk je het gesprek tot de corruptieve daad en de dader. Maar wanneer je nu ook op de voorgrond zet de mensenrechten die geschonden zijn, dan praten we niet meer alleen over een corruptieve handeling die is verricht en of de daders, maar dan praat je ook over de benadeelde en de consequentie van die handeling. En dat creëert dan maatschappelijke bewustwording over de ernst van corruptie. Serena is het panellid tevens tijdens de paneldiscussie georganiseerd door DA 91 met als thema mensenrechten op de anticorruptieagenda. De paneldiscussie is gehouden in het auditorium van Self Reliance.